Elke keer komen die studenten, die komen slecht in het nieuws. Ja, en dat gaat dan vooral over hoe zij over vrouwen denken. En hoe zij denken dat ze kunnen omgaan met vrouwen. Het is te smerig en te ranzig voor woorden, vrienden, ja. En elke keer zegt iedereen ja, nee, maar we gaan er nu wat aan doen hoor, binnen zo'n studentenvereniging. Ja, nee, we gaan het nou echt anders aanpakken en het is nu weer gebeurd, vrienden, in Utrecht. Heb je het weer gezien? Ja, daarbij het Utrechtse studentenkoor. Ja, weet je wel, we hebben onze studentjes daar. Die hebben daar even een banga-lijstje, zo heet dat dan. Lijstje gemaakt van dames waarmee ze naar bed zijn geweest. En dan zetten ze de foto's van die meiden, die zetten ze dan op zo'n lijst. En die lijst gaan ze dan rondsturen. En op die lijst vertellen ze ook hoe de bedprestaties zijn van de meiden. Ja hoor, oh geen enkel probleem. En ook nog even waar ze wonen en alle info die je maar wil hebben. Dat is toch werkelijk te schofterig. Ja, daar kan ik me nou zo over opwinden. Hoe haal je het in je botte hasses om dat te doen? Wat een stelletje smeerlappen. En die arme meiden, die gewoon daar, en dat gaat maar rond, hè, op social media. Die lijstjes met en die meiden, en nou, en nu dan, ja. En, maar, nou heb ik gelukkig de NRC gelezen. Ja, jullie zullen misschien lang niet allemaal de NRC zien, want dat is natuurlijk zo'n clubblad. Voor deugneuzen en kijk mij eens politiek correct zijn. Maar daar heeft Joep van het Hek, die heeft daar kolompje in. En Joep van het Hek, daar ben ik het heus lang niet altijd mee eens. Maar in dit geval ben ik het helemaal eens met Joep van het Hek. Joep schrijft namelijk, die zegt, die meiden die moeten heel snel foto's aan hem sturen. En dan gaat hij daar in het clubblad gaat hij alle foto's afdrukken van deze smeerlappen, van deze schoften. Ja, en dan moeten die meiden er ook nog even bijschrijven, zegt hij, als ze dat willen, hoe de heren waren in bed. Ja, graag, ja. Hè? En, oh ja, allemaal dit hoor. Ja, met hun babbeltjes en hun praatjes en hun gadverdamme nog aan toe. Ja. Dus ik steun dat plan. Dames, doe dat. Schrijf alles naar Joep van het Hek. En laat dat maar in de krant komen. Dan, ja, pak ze terug.